Leuk dat je kijkt naar opnieuw een video in deze maandelijkse serie Interessante Aandelen. Ik vind het een van de leukste video's om te maken elke maand. En ook jullie vinden het denk ik leuk, want het wordt best wel goed bekeken. Hoort telkens bij de best bekeken video's. En iedere maand behandel ik dan ook een paar aandelen, meestal twee, die mijn interesse hebben gewekt de laatste tijd. Die ik interessant vind om verder te gaan onderzoeken. Dit kan zijn vanwege het nieuws of misschien iets in onze community dat het besproken is. In ieder geval iets waardoor ik dacht van, laat ik eens hier verder naar kijken. En het is dan ook zeker geen aankoopadvies deze aandelen die ik vandaag of in elke video ga bespreken. Maar het is meer om interesse te wekken. Dat je eigenlijk gemotiveerd moet raken misschien wel om het verder te gaan onderzoeken als het bij jou past. En mogelijk na je eigen onderzoek dus pas een aankoop te gaan doen. Dus laten we snel gaan kijken naar de interessante aandelen voor juli 2020. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week twee video's. Die gaan over investeren en beleggen, passief inkomen en persoonlijke financiën. En zoals ik al eerder zei, dit is een maandelijkse serie interessante aandelen. Dus laten we deze video nog gaan kijken naar de aandelen die ik vorige maand heb besproken. We beginnen altijd door te kijken naar de brede beurs om een vergelijking te maken. Als eerste pakken we de S&P 500, de 500 grootste Amerikaanse bedrijven. Die hebben de afgelopen maand een plusje van 0,3%, dus op zich niet zo heel erg in de plus. Juni begon eigenlijk best wel goed met een flinke stijging, maar inmiddels vanwege de coronavrees is het ook weer wat afgezakt eigenlijk en staan we weer bijna hetzelfde als een maand geleden. Kijken we dan naar de AEX, daar is het wel een stuk beter gegaan en deze staat 3,8% in de plus de laatste maand. Dan over naar de losse aandelen, de aandelen die ik vorige maand besprak. Ten eerste is dat Spotify. Dat aandeel staat bijna 44% in de plus de afgelopen maand. Dus nou, dat is echt een flinke stijging geweest. Van $180 naar op het hoogtepunt zelfs $270. En dat komt natuurlijk omdat Spotify ook de laatste maand volop in heeft gezet op de podcast. En best wel grote namen weer heeft aangenomen. Dat is zelfs dus na het nieuws van Joe Rogan. En dat was eigenlijk de reden waarom ik het de vorige maand besprak. Het tweede aandeel vorige maand was Square, de betalingsapp in Amerika die steeds populairder wordt. En daar zien we een plus van 24,2% de afgelopen maand. En ik zeg ook altijd dat dit soort video's geen aankoopadvies zijn. Maar mocht jij dus na eigen onderzoek deze aandelen gekocht hebben, dan heb je zeker een topmaand gehad de afgelopen maand. Dus laten we hopen dat we nu ook weer twee interessante aandelen hebben die je misschien gaat onderzoeken en misschien ook wel zo'n tijden gaan meemaken. Al is dat maar de vraag om telkens zo'n resultaten te behalen. En het eerste aandeel voor deze maand is McDonald's met tickersymbol MCD. En dit is zo'n aandeel wat ik eigenlijk al langer op mijn lijstje had staan, waar ik in de gaten wilde houden. Zeker in tijden van een crisis, dan leek het me een interessant aandeel. Alleen ja, deze crisis is eigenlijk best wel snel gekomen en ook best wel weer snel hersteld. En aan de andere kant heb ik dus eigenlijk de kans gemist om dit aandeel te kopen, omdat ik er niet mee bezig was. Eigenlijk ging het te snel. Aan de andere kant, ook heel veel andere aandelen werden getroffen door deze crisis. Dus er waren ook veel andere interessante aandelen. Maar een reden waarom McDonald's altijd, in ieder geval van tevoren aan dacht, is omdat het een bedrijf is wat in een crisis vaak heel veel mensen eigenlijk trekt. Of in ieder geval niet zoveel inlevert ten opzichte van andere restaurants bijvoorbeeld. Het is natuurlijk fastfood. Dus waar mensen eigenlijk op gaan besparen zijn de dure dingen. En McDonald's is eigenlijk een manier om goedkoop te eten. Kijken we dan naar McDonald's, dan hebben ze natuurlijk heel veel restaurants, wereldwijd meer dan 38.000. 8% daarvan is in eigen beheer en het overgrote deel, dus 92% daarvan, gaat via franchise. En dat wil zeggen dus dat McDonald's eigenlijk het concept aan iemand anders verkoopt, verhuurt. Iemand mag de formule voeren, bijvoorbeeld een McDonald's bij jou in de buurt. En McDonald's zelf heeft dan inkomen vanuit de omzet. Zij pakken een bepaalde percentage van de omzet van zo'n restaurant. Dat is zodat het restaurant de naam mag voeren, de producten mag hebben, het concept mag voeren en gebruik kan maken natuurlijk van de marketing die McDonald's uitvoert. Maar dat is slechts één van de verdienmodellen van McDonald's. Wat je misschien niet zult weten, maar wat een wel belangrijke inkomstenbron van McDonald's is, dat zijn de huuropbrengsten. Want McDonald's heeft eigenlijk de meeste locaties waar ze zitten ook zelf in bezit eigenlijk. Dus ze hebben zelf het vastgoed in bezit en vanwege de verhuur aan het restaurant zelf, dus aan die eigenaar, ja, daar hebben ze ook elke maand inkomsten uit. En dit is mogelijk een van de redenen ook dat McDonald's als aandeel het vaak best wel goed doet in een tijden van crisis. Omdat natuurlijk tijdens die crisis gewoon de huur moet worden betaald door het restaurant. En dit is eigenlijk een vrij zekere vorm van inkomen is. Kijken we dan naar de cijfers van McDonald's. Nou, McDonald's heeft een operating marge van 42% en een winstmarge uiteindelijk van 28%. Dat is de laatste jaren trouwens ook gestegen. Zien we ook hier terug en dat komt dan
dan vooral door prijsstijging van de producten, maar ook prijsstijging van de huur. Ik kwam ook tegen dat 70% van McDonald's zijn omzet eigenlijk komt vanuit de drive-thru, de McDrive. Nou weet ik niet of dit ook helemaal klopt en of dit voor heel de wereld geldt, want ik vind het op zich best wel een hoog percentage. Maar gaan we er hiervan uit dat het een beetje klopt, of in ieder geval rond dit percentage zit, dan is dat best wel positief. Zeker in tijden van corona, dat de restaurants gesloten waren en je best wel een groot gedeelte dus eigenlijk uit de drive-thru haalt. Dat je op die manier best wel veel omzet kunt behouden en mogelijk misschien dit wel gaat uitbreiden. Dat doen ook veel andere restaurants. Die zien eigenlijk het belang van een drive-thru, dat je op deze manier ook in moeilijke tijd, zeker wanneer er misschien een tweede coronagolf komt, of dit misschien nog wel langer voort gaat duren, dat je op die manier mensen niet in je restaurant hebt, maar toch deze mensen kunt bedienen, is dat in ieder geval positief voor McDonald's. En daarnaast heeft McDonald's ook een dividend van 2,8%. Dat is op zich niet heel erg hoog. Maar ja, ik ga ook niet per se voor het dividend. Ik vind het altijd leuk meegenomen. Nou, McDonald's keert ongeveer 64% van de winst uit in de vorm van dividend. Dus ze houden zeg maar 1/3 van de winst over. En ik denk dat dat voldoende is voor zo'n bedrijf als McDonald's om toch te investeren in het bedrijf zelf. En tegelijkertijd dus aandeelhouders tevreden te houden in de vorm van dividend. En tot nu toe zijn dat best wel positieve dingen die ik benoemd heb. Maar het is natuurlijk niet allemaal positief. Gaan we bijvoorbeeld kijken naar de omzet. Dan zien we dat die de laatste jaren juist afneemt. Ze hadden in 2016 nog 24 miljard omzet. En dit is in 2019 met 3 miljard gedaald naar 21 miljard. Daarentegen stijgt de winst dan weer wel. Van in 2016 4,7 miljard naar 6 miljard. Dus in 2019. Dus de omzet daalt, maar de winst neemt toe. Dus dat is op zich prima. De huidige koers op dit moment ligt zo rond de $182. Nou, een beetje gekeken naar verschillende beoordelingen van verschillende websites ligt de fair value zo'n 15-20% lager. Dus zeg maar even $150. Dus ja, de koers op dit moment is wat hoog. Aan de andere kant, analisten schatten hem over 12 maanden rond de $208 gemiddeld in. En dat is dan weer 15% hoger dan de koers op dit moment. Maar wat ik dan juist een heel negatief punt vind, is dat juist de schulden hoger zijn dan de bezittingen. McDonald's is dus eigenlijk niets waard, want als je alles gaat kijken wat ze bezitten, ze hebben meer schulden, dus als het mis zou gaan, blijft dan niks van het bedrijf over. En dat is voor mij in ieder geval een belangrijke reden om in ieder geval nu niet in dit bedrijf te investeren. Maar mogelijk is het dus iets voor in de toekomst. Mocht er een tweede coronagolf komen waardoor de koers daalt, of mochten ze iets gaan doen dat eigenlijk hun bezittingen toenemen, of in ieder geval hun schulden afnemen, waardoor ze eigenlijk positief uitkomen, dat je een bedrijf hebt wat ook echt wat waard is en blijft de rest ook positief. Zet die omzetdaling in ieder geval niet door, misschien wel weer omgezet in een omzetstijging. Zet die winststijging juist wel door, dan is het zomaar een interessant aandeel. Dus misschien wel een aandeel voor mij persoonlijk in ieder geval om niet nu te kopen, maar wel in de gaten te houden voor de komende tijd. En voordat we verder gaan met het volgende aandeel wil ik je vragen, vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Op die manier weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden, kan ik daar meer video's over maken. En je helpt op die manier natuurlijk het YouTube kanaal, want meer mensen krijgen deze video te zien. En ben je deze video nou aan het kijken, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ongeveer 50% van mijn kijkers is nog geen abonnee van het kanaal. Zoals gezegd, ik maak elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus wil je meer van dit soort video's zien? Klik onder de video op abonneren en klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En daarnaast ben ik de laatste maanden bezig met een beleggerstraining samen met Tim. Deze hopen we binnenkort te kunnen presenteren aan jullie. We leggen nu de laatste hand daaraan. Dus ben jij een beginnende belegger? Wil je eigenlijk de meest belangrijke informatie tot je beschikking hebben? Binnenkort is deze training te koop. Die zal dan meer dan 50 video's bevatten, meer dan 6 uur beeldmateriaal en nog veel meer dingen eromheen om echt een goed begin te maken. En ben je nou daarin geïnteresseerd en wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Kijk dan op passiefinkomen.nl/beleggerstraining. Laat je naam en e-mailadres achter. En zodra ik meer informatie heb, zal ik jou een mailtje sturen. En ook de mensen die op deze lijst staan, zullen in het begin in ieder geval een leuke aanbieding ontvangen, zodat ze voordelig kunnen beginnen aan deze training. Gaan we door met het tweede aandeel van deze video. En dat is Volkswagen met tickersymbool VOW. En zoals jullie weten ben ik een fan en ook aandeelhouder in Tesla. Ik heb op dit moment 30 aandelen en het gaat heel erg goed met Tesla, dus dat is heel erg leuk. Maar ik denk dat zeker Volkswagen een autofabrikant is waar het ook goed mee kan gaan de komende tijd. Dit heb ik al vaker genoemd in video's die over autofabrikanten gaan. En dus dacht ik, laat ik ook eens een keer Volkswagen een beetje inhoudelijk gaan bekijken. En ook vertellen waarom ik dat vind. En een van de belangrijkste redenen waarom ik in Volkswagen geloof, is in ieder geval dat zij de overstap eigenlijk naar elektrisch rijden ook erkennen.
Heel veel bedrijven doen dat niet en Volkswagen doet dat wel. Ze zijn er zelfs volop mee bezig. Ze hebben nu al elektrische modellen die ze aanbieden. En ze hebben nog genoeg modellen in de planning staan voor de komende jaren. En misschien gaat dan op dit moment nog niet alles zo helemaal vlekkeloos. Zeker met de ID3 op dit moment, waar een beetje de softwareproblemen zijn. In ieder geval is het wel een bedrijf wat volop hiermee bezig is. En hopelijk dus voor hun ook de komende maanden volop dit model kunnen leveren. En niet alleen is het bedrijf dus volop bezig met deze transitie naar elektrisch rijden. Ook hun CEO geeft eigenlijk aan dat Tesla op dit vlak in ieder geval de koploper is. Nou is misschien dat niet zo positief om een ander bedrijf koploper te noemen. Maar in ieder geval door dit te zeggen, erken je wel waar de markt naartoe gaat. En iedereen weet of je nou mee eens bent of niet. Het zal richting elektrisch rijden op de korte termijn. En waarschijnlijk waterstof op de iets langere termijn gaan. En hierin wijkt het bedrijf dus eigenlijk af van heel veel andere bedrijven die vaak nog afhouden dat dit niet de toekomst is. En juist door het te ontkennen ben je niet bezig met deze transitie eigenlijk. Ga je er niet in investeren. En op het moment dat je wil gaan investeren heb je eigenlijk de boot al gemist. En is de concurrentie de stappen voor op jou. Nou juist Volkswagen is daar volop mee bezig. Dus ik denk niet dat ze zo achter zullen gaan lopen. Dat ze eigenlijk bij de koplopers zullen gaan horen. Gaan we dan kijken naar de cijfers van Volkswagen. En beginnen met de EPS. De earnings per share. Oftewel welke winst per aandeel is er. Die is 22,45. Oftewel Volkswagen maakt gewoon winst. Ze hebben dus met de huidige activiteiten genoeg rendement om winst te maken. Wat ze ook weer kunnen gebruiken om juist te investeren in die nieuwe toekomst. Daarnaast hebben ze een PE ratio van 6,2. En dit is dus de koers-winstverhouding. Hoeveel keer de winst wordt betaald voor een aandeel. En 6,2 is op zich best wel laag. Vergeleken met het gemiddelde van de auto-industrie wat op 7,5 ligt. Of het gemiddelde van de Duitse bedrijven wat zo rond de 20 ligt. Dus hoe lager dit getal is, hoe aantrekkelijk het aandeel eigenlijk gewaardeerd is. Ook hebben ze nog een dividend van bijna 5%. En dit is dus niet iets waar ik me op richt. Maar het is wel een mooi percentage. Zeker rond de 5% is een best wel goed dividend. Zo'n 30% van de winst wordt gebruikt om dividend uit te keren. Wat dus betekent dat ze zo'n 70% van de winst overhouden om te investeren in het bedrijf. En zoals ik al eerder zei, juist op dit moment is het heel erg belangrijk om geld te hebben. Om te investeren in je bedrijf. Om juist die elektrische modellen die steeds interessanter worden, ook fiscaal steeds interessanter worden, juist te ontwikkelen, te produceren, zodat je in de toekomst ook nog meedoet. En dat is dus iets waar Volkswagen in ieder geval het kapitaal voor heeft om deze investeringen te doen. Kijkend naar de cijfers van Volkswagen lijkt het erop alsof ze in ieder geval ondergewaardeerd zijn. Dit in ieder geval op een paar statistieken kun je dit uit afleiden. Ten eerste gewoon naar de fair value, oftewel de koers, die lijkt zo'n 30% ondergewaardeerd. Nu is het aandeel rond de 145 euro waard en de fair value ligt iets boven de 200 euro. Analisten gaan gemiddeld uit van zo'n 195 euro dat de koers zal zijn over 12 maanden. En dit is een beetje van de lage prijs 150 euro tot iets boven de 200 euro dat het gewaardeerd wordt. Dus eigenlijk zelfs met de lage prijs van analisten in gedachten is in ieder geval nog hoger dan wat het op dit moment is. Maar ga nou niet alleen uit van deze koers en of het misschien wel 30% is ondergewaardeerd om het te kopen. Want het is natuurlijk geen garantie dat de koers ook echt toe zal nemen in de toekomst. Kijken we naar de winstverwachting. Daar wordt verwacht dat die met bijna 38% per jaar zal groeien de komende jaren. Heeft er ook weer een beetje mee te maken dat de afgelopen jaren wat minder winst werd gemaakt. En ook dit jaar is natuurlijk vanwege de coronacrisis weinig winst of geen winst. Ik weet niet hoe het zal uitvallen natuurlijk. Dus dan is het dan iets makkelijker om de komende jaren dit soort percentages te halen. Maar het gemiddelde van de markt ligt rond de 22%. Dus vergeleken met de markt is de verwachting van Volkswagen weer erg goed. En in tegenstelling tot McDonald's, waar we zojuist zagen dat ze meer schulden hadden dan bezittingen, is Volkswagen een bedrijf wat meer bezittingen heeft dan schulden. En zowel op de korte termijn als op de lange termijn kunnen ze makkelijk aan eigenlijk alle verplichtingen voldoen. Dus in ieder geval een bedrijf wat ook echt iets waard is, mocht alles misgaan. Dus dat ziet er op zich wel interessant uit. Er zijn natuurlijk ook altijd nog een paar punten waar we op moeten gaan letten. En zoals ik al eerder heb besproken, de markt voor auto's verandert gewoon heel erg veel. En ook in mijn vorige video heb ik dit besproken, ik zal hem hier even linken. Daar heb ik even kort ingegaan op autofabrikanten of spreiding over alle autofabrikanten nou wel slim is. Want die markt is natuurlijk heel erg in ontwikkeling. Want we zien al jarenlang dat er steeds minder auto's verkocht worden. En misschien zet deze trend wel door, zeker wanneer we eventueel zelfrijdende auto's gaan krijgen. Dus dat is iets om in de gaten te houden. Ook is binnen deze markt van in ieder geval elektrisch, is Tesla natuurlijk favoriet lijkt mij. En ben ik natuurlijk wel een beetje bevooroordeeld dat ik aandeelhouder ben. Maar wat ik ervan kan zien en wat ik bijhoud, lijkt mij dat Tesla op dit moment
in ieder geval de meest interessante auto heeft met de meeste potentie ook. Maar zoals gezegd, Volkswagen investeert volop in deze toekomst, gelooft er ook in, hebben het geld om deze investeringen te doen. Dus het lijkt me dat in ieder geval Volkswagen een van die koplopers de komende jaren zal zijn. En corona zorgt natuurlijk voor een flinke dip, ook bij Volkswagen, bij alle autofabrikanten dit jaar. Misschien alle autofabrikanten op Tesla na, die cijfers komen eerdaags weer uit. Maar in ieder geval, het zorgt voor een flinke dip in de omzet, of in ieder geval in de verkochte auto's en dus in de omzet en zeker dus ook in de winst. Dat is misschien wel een van de redenen waarom het aandeel nu zo laag staat, lage koers heeft, een lage PE ratio, omdat dit jaar gewoon heel erg tegen gaat vallen. Maar het kan zomaar zijn dat we hier flink gaan herstellen, dat Volkswagen misschien juist wel kan profiteren ten koste van andere autofabrikanten, dat ze de komende jaren daar best wel goed op vooruit kunnen gaan. Dus lijkt Volkswagen hier een interessant aandeel, gaan ook goed kijken naar wat de markt de komende jaren gaat doen. Wat verwacht jij van wat autofabrikanten gaan doen en welke deals hebben autofabrikanten? Wat de komende jaren ook erg belangrijk is, is in ieder geval wat betreft batterijcapaciteit eigenlijk en grondstoffen. Want daar zal een tekort aan komen misschien wel. Dus hoe meer zekerheid je daarin hebt, hoe meer auto's je kunt produceren, hoe meer omzet je kunt maken en dus winst kunt maken. Maar ook wat betreft software. Zoals gezegd, Volkswagen heeft dan nu nog problemen met de ID3. Eigenlijk staan de auto's al klaar op een, of meerdere parkeerplaatsen, heel veel auto's. Alleen de software is nog niet af. Nou, dit is dus een goed leermoment voor Volkswagen, voor een van de grote fabrikanten. Maar kijk ook wat andere bedrijven doen, want software wordt steeds belangrijker in een auto. En dit is een van die punten dus waar een autofabrikant op kan winnen of op kan verliezen. Je ziet het wel bij Volkswagen. Als je de auto wel kunt fabriceren, maar vervolgens de software niet klaar hebt, heb je uiteindelijk nog steeds geen verkoop. Dus kijk ook met Volkswagen hoe het hiermee gaat. Vergelijk het ook zeker met andere autofabrikanten om tot een goede conclusie te komen, om te kijken of je dit aandeel wel of niet zult kopen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Wil ik je weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Op die manier weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik daar meer video's over maken? En je helpt het YouTube kanaal daarmee, zodat ook meer mensen deze video te zien krijgen. Wil je zelf nog meer video's zien zoals deze? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder de video op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En ik ben dus bezig met die beleggerstraining, helemaal gericht op beginnende beleggers, met meer dan 50 video's, meer dan 6 uur beeldmateriaal. En als je daar alles over wilt weten, laat dan even je e-mailadres en naam achter op eenpassiefinkomen.nl/beleggerstraining. Dan houd ik je op de hoogte over wanneer het uitkomt, wat de prijs is en wat er allemaal precies in zit. Die informatie volgt binnenkort nog. Wil ik je nogmaals bedanken voor het kijken, zeker tot aan het einde van deze video. En hoop ik je graag bij de volgende video weer terug te zien.